De regering Santokki-Brunswijk wenst snel te starten met de uitvoering van de begroting over dit jaar 2024. President Chandrika Prasad Santokki zei gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée dat voor het uitvoeren van deze begroting er reeds een actieplan is opgesteld door de regering. Daarvoor hebben we een coördinatieteam monitoren van het actieplan al opgesteld. We hebben de ruimte gegeven aan de samenleving, met name dat deel van de samenleving die betrokken was bij de nationale dialoog. Daar zijn een monitoringsteam zitten om de uitvoering van het beleid ook te kunnen monitoren. En daar zijn er verschillende clusterteams aangewezen om dat samen met ons te doen. Hiermee wil ik ook aangeven, meneer voorzitter, dat we ook uitvoering geven aan de afspraak gemaakt tijdens de nationale dialoog door ook die groepen en delen van de samenleving te betrekken die daartoe de wens te kennen hebben gegeven dat ze betrokken wensen te worden in ons monitoringsteam. Het staatshoofd gaf verder aan dat naast het beleid dat uitgevoerd zal worden in 2024 en welke aangegeven is in de begroting, de regering ook andere prioriteiten heeft. Deze prioriteiten liggen onder andere op het gebied van herziening en verdere verbetering van het Surinaams grondbeleid en het creëren van woningoplossingen. Woning voor de burger is bijzonder belangrijk. Het hebben van een woning, dak boven het hoofd, is bijzonder belangrijk. En we gaan dat met prioriteit aanpakken, meneer voorzitter. Goedkope voedsel. Het project is gaande van het brengen van goedkope voedsel, betaalbare voedsel naar de samenleving toe in de verschillende wijken met de foodbaskets. Het zal in alle resorten geplaatst worden. We roepen op de gemeenschap om ook personen aan te melden, groepen aan te melden die dat zelf willen doen. Want het gaat om betrokkenheid van de gemeenschap op basis van vrijwilligheid, zonder dat ze daarvoor extra betaald worden. Met deze projecten wenst het staatshoofd de gemeenschapszin te bevorderen.